Ja. Ja, Lukas, deze eet. Thank you.
Tegen koude omstandigheden. Deze koeien, dat is een hele goede reden dat er een hek zit tussen ons en de leeuwen. Vroeger, echt heel lang geleden, kon je in het pad naar buiten. Dat doet hij niet? Oké. Zo, de shoot komt heel erg goed. Kijk eens. Ja. Hij ziet hier links achter die auto al meteen een groepje van de Grevy zebra. Dat is de grootste zebra soort ter wereld. Je kan hem ook herkennen omdat hij een helemaal witte buik heeft. En die ben ik wel zat. Dan gaan ze gewoon zijn gebied weer uit. En dan volgt die man niet. Want dan komt hij weer in het gebied van een andere man terecht. Dus hier is het echt zo dat het mannetje leeft helemaal alleen. En de vrouwen leven in grote groepen samen. Dat is er eentje ook, die is echt heel ondeugend. Even kijken, dat is die blonde giraf die daar aan de linkerkant ligt. Dat is die wat lichter gekleurd, hè? Dat ik hier net begon met werken. Ja, dat moet ook gebeuren. En dat ik hier net kwam werken, toen heeft die blonde giraf bij mij zijn hoofd naar binnen. Zoals je maar niet weet. Het maakt mij niet uit of je het Mino is mooi, hè? Deze is mooi. En die paarse tong is dus bedoeld wat ze de hele dag... Eens even kijken, want helemaal achteraan, achter de boom staat een hele grote stier. En je ziet dus echt dat die stier zo'n boog helemaal naar boven heeft met die horens. Oh, die! Ze gaan vechten. Nou, dat zal wel meevallen. Dit gaat heel rustig. Als een stier, als een buffel boos is, dan merk je dat meteen. Want ze wegen bijna 1000 kilo. En ze zijn hartstikke gevaarlijk. Kijk, deze, die zijn... spelen. Kijk dan. Dit is toch mooi. Ze zijn gewoon blij dat ze weer naar buiten kunnen. Dit is zo mooi te zien. Ze hebben namelijk echt ruim 1,5 maand binnen moeten zitten, omdat het hele verblijf werd vernieuwd. En nu hebben ze een heel groot nieuw verblijf gekregen. Helaas zijn ze op een gegeven moment van de vlakte afgehaald, omdat ze dus heel agressief zijn, ook naar de andere dieren. Dus ze hadden echt wat ze nu hebben, ik denk dat ze een vierde hadden van wat ze nu hebben. Dat was heel sneu, dat wilden we ook niet. Vandaar dat we zo snel mogelijk daar een maatregel voor hebben bedacht. En nu hebben ze... Ja, ik zie het wel.
mijn nichtje, die is 7, die al sinds 1 jaar in Zwijnen op school. Die heb ik er gewoon. Maar die heeft echt een handen helemaal. Deze zijn een beetje saai. Laat deze zingen. Tijd.
Yeah.